jij bent een flinke, hè. Het was grote liefde tussen die twee. We maken ons wel schoon, Trent Amber, dat is het enigste. Diavolo, wat doet hij hier? Dat kan niet, hè. Dat weet je zelf ook. Hè. Je kunt je maar moeilijk staan te plassen. Hè. Daar zat echt een haar in de boter, hè. Om te zeggen, een heel bruin. Amber! Tineke? Ja. Ik voel me echt wel nu kin, hè. Ja, ja. Wat al veranderend in luistert over. De 18-jarige Amber Wist is sinds gisteravond verdwenen. De moeder is ongerust en die woont op het adres Zilvermeerstraat 34. Ga naar haar. Zilvermeerstraat 34. Ja, bij een verdwijning is het noodzakelijk om zo snel mogelijk te handelen. De eerste 48 uur zijn cruciaal in zo'n geval. Bij een 18-jarige is natuurlijk een beetje de vraag, gaat het hier om een verdwijning of om de wegloper? Maar wij moeten er altijd van uitgaan dat het een serieuze situatie is. Dus ja, een eerste gesprek met de ouders zal ons meer vertellen. Ah ja, daar komt iemand. Mevrouw. Nieuws? Laat ons even misschien binnen het bespreken. We gaan ons best doen, mevrouw, oké? Ga maar voor, hoor. Ja. Wanneer is uw dochter verdwenen? Of? Ja, eigenlijk gisteren. Eigenlijk, hè. Dan school heb ik haar voor het laatst gezien. En dan zie ik naar haar beste vriendin. Zie je daar thuis een filmpje zien. Vanmorgen heb ik gemerkt dat ze dus niet in de kamer was. Ze is nooit thuisgekomen. En dat vriendinnetje, wat is op die al kunnen contacteren dan? Dat is het eerste wat ik gedaan heb. Maar Brit zei dat ze nooit is komen opdagen. Ze is daar dus zelfs niet toe. Ze is er nooit geweest. Oké, en hoe gaat ze naar die vriendin? Is dat ver van hier? Nee, dat is hier vlakbij. Ze is met de fiets. En haar kamer, die is boven? Die is boven, ja. Oké. Okay. Zouden we daar anders kunnen gaan kijken? Om te zien of we daar iets vinden? Ja. Dat is de kamer hier. Dat is haar kamer, ja. Dat zijn haar spulletjes, haar agenda. Is dat haar tas? Ja. Mag ik daar eens in kijken? Ja, natuurlijk. Niks in buiten een flesje. Wat is het dingetje? Haar agenda. Hier staat voor gisterenavond een afspraak in bij Totalos Tattoo. Zegt u dat iets? Nee, daar had ik niks van. Ja, die afspraak staat hier toch in om 8 uur gisterenavond. Ja, dat is echt vreemd, want dat zou ze me echt wel zeggen. Trouwens, tattoos, dat is niks voor Amber, hè. Tattoos, hè. Mevrouw, ik ga u mijn kaartje geven. Heeft u toevallig een recente foto van uw dochter? Misschien met mijn gsm, is dat ook goed? Kan ja, zolang dat je het kijkt. Ja. Kunt dat doormaken? Ah, ja, dank je. Okay, en die fiets, wat voor een fiets was dat juist? Dat was een pas nieuwe fiets. Een zwarte fiets met witte bandjes. Zo'n Hollandse fiets. Zo. Er is spijtig genoeg nogal veel tijd overgegaan voordat de verdwijning is gemeld. Amber is gisteren voor het laatst gezien door haar moeder, gisteravond. Ja, dus gaat het hier om een wegloper, dan kan dat kind al lang in het buitenland zitten. Zo niet. We gaan sowieso die tatoeëerder naar het bureau laten komen om dan na te trekken of dat ze daar gisteravond effectief is geweest of niet. Kun je skiën? Ik kan heel goed skiën. En zijn we in Namibië ook leren? In Namibië valt geen sneeuw, dus nee. Regen? Ja, regen af en toe, maar ook niet gelijk hier. Als dus je ziet wat voor prachtig weer het weer vandaag is. Robin, stop het even. Wie? Zie, volgens mij is hij juist niet weggesmeten. Nee, joh, hij is aan het wild plassen, joh. Nee? Ik zet hem aan de kant. Ik zal hem wel eens gaan aanspreken. Ah, oh, ja, dat is goed. Je zal het ook frisjes hebben. Meneer, moet je een plasje doen? In de bosjes? Sorry, ik was gehaast. Ik moest dringend. Ik dacht, ja, dat scheurt niet als ik tegen die vertraag plas. Dat kan niet, hè? Dat weet je zelf ook. Hè? Je kunt je maar moeilijk staan te plassen. Hè? In dergelijke situaties is het aan ons om te beslissen of wij al dan niet een boete uitschrijven. Nu, in dit geval is er niet iemand die hier aanstoot aan kan nemen. En hij heeft ook geen gebouw vervuild of zo. Enfin, we hebben al even gezien. Ja, maar dat mag niet meer gebeuren, meneer. Normaal is het een gasboete, maar nu is het voor mij een waarschuwing. Is het voor u goed, dus een waarschuwing? Ja, voor één keer. Goed? Je mag gaan. Nee, voor mij niet. Ze heeft pipi gedaan. Dat hoeft voor mij niet. Allee, Robin. Geven, allee, Robin. Allee, die gaat toch die café binnen, dat snap ik nou niet. Echt? Had hij toch wel kunnen gaan lassen, hè? Zeg,
ga toch mag ik even in die struiken zien wat ik heb... Doe maar, ik weet niet wie dat er gepiepie gedaan heeft, hè? Of ik moet helemaal... Zie je het? Zie je het? Heb ik je gezicht. Oh, hier, man. Tablet. Tablet. Maar dat zijn allemaal duur spullen, hè? Nog gsm's, nog 4 stuks. Volgens mij niet van hem, hè? Volgens mij is het al gepikt. Hier, kom. Wat? We leggen dat terug. Ja. We zetten de wagen ginds heen. En dan kunnen we van daaruit kijken. En dan kunnen we misschien op hete raad betrappen als hij terugkomt. Ja, oké. Goed plan. Femke heeft dat goed gezien. Het was wel verdacht wat dat man deed. Nu, de man zit hier op café. We gaan hier ons verdekt opstellen en kijken wat er nog meer van plan is. Ja. Bij een verdachte verdwijning van de persoon is het van het grootste belang om er snel te kunnen bij zijn. Amber is gisteravond het laatst gezien. Ze had om 8 uur een afspraak bij een tatoeëerder. We hebben die persoon uitgenodigd op het bureau om even te komen vertellen wat het daar gebeurd is. Alison de Kok, eigenares van Totalos Tattoos. Ah, oké. Okay. Ja, we zitten hoor. Dankjewel, Patrick. Dankjewel, Patrick. Die vrouw, hallo. Hallo. Om met de deur in huis te vallen. Ja. Heeft u dit meisje gisteravond gezien? Ja, die is langsgekomen. Maar de afspraak was niet voor haar, hè. Het was voor haar vriend. Die wou per se een tattoo door mee laten zetten. Haar vriend als in haar lief? Haar vriendje? Jazeker. Het was grote liefde tussen die twee. Ah, dat is steeds wat wij ervan horen. Ik heb een foto van die tatoeage die ik gezet heb bij die vriend. Ja, dit is de tattoo die ik gezet heb. Dat is Amber. Dus dat is de naam van dat meisje dat in zijn... Ja, inderdaad. Maar ik raad zo'n tattoos meestal af. En hoe oud is die gast? Weet je dat? Ik heb zijn paspoort bekeken en die is ouder dan 18. Hij wou en hij moest echt die tattoo hebben en zij vond dat leuk. Zei, ja. En weet jij iets over die gast? Zijn naam, adres, telefoonnummer misschien dat je... Ik heb dat thuis opgeschreven op mijn papieren, want elke klant schrijft een naam, adres is op, maar ik heb dat niet bij. Ja, dus nee. Weet je dat nou? Ja, een tatoeage is voor het leven. Hè. Hoeveel relaties zijn er tegenwoordig voor het leven? Maar bon. Het goede nieuws aan de zaak is dat we een nieuwe invalshoek hebben, het vriendje. Als we die kunnen opsporen... Kunnen we misschien Amber zelfs terugvinden. Dankjewel, Alison. Dankjewel. Graag gedaan. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Gaan we doen bij die moeder eens gaan zien wat met die foto. Where did it go? Amai, zeg. Wat een top idee. Ik wist niet idee was. Hè. Jij hebt gezien dat je het weggegooid hebt. Je ziet ook echt frisjes, hè. We hebben zo net een man betrapt met wildplassen. Nu, dat niet alleen. Hij had ook nog een plastieke zak weggesmeten met allemaal dure spullen in. Nu, we denken dat het allemaal gestolen spullen zijn. Dus we staan hier nu op een uitkijk. Het is een beetje koud, het is een beetje te verkleumen. Maar we hopen zo de man op hete daad kunnen betrappen. Hoe lang gaan we nog wachten, denk je? Wat hè? Hoe lang gaan we nog wachten? Nee, ik niet. Populaire plasplaatsen, je hebt ook plassen. Het is juist diezelfde boom. Kijk, die pakt uw zak je mee. Pakt je zak. Kom aan, wat gaan we doen? Ja, pak eens iets voor te noteren. Oeh, gaan wij er niet achter? Nee. Die rijdt weg, hè? Schrijf op. 1, Echo, Foxtrot, Yankee. Ja. 35. Ja. Zwarte Ford Mondeo. Echo 210 voor indexnummerplaat. Zend. 1, Echo, Foxtrot, Yankee, 530. Kun je daar meer info over geven? Over. Zeer fijn project. Ja, die staat op naam van een zekere Antonio Dubois. Mhm. Dat adres is Templierstraat nummer 24. Over. Roger, over. Ja, we weten wie dat een dien is. We moeten nou wel wachten op die andere. Had ik die mijn boete net gegeven, hè? Had ik gelijk of niet? Ja. Maar had ik die andere nou een boete gegeven, dan hadden we deze gegevens ook, hè? Via de nummerplaats van de wagen hebben we de gegevens van onze compaan van de wildplasser. Dus die kunnen we achteraf nog gaan opsporen en contacteren. Maar van de wildplasser hebben we geen enkel gegeven. Alleen weten we dat hem steelt en dat hem nu in dat café waarschijnlijk net hetzelfde is aan het doen. Dus wachten. Hè. Wachten dat hem terugkomt en we op beter dat kunnen betrappen. Ah. Allee. Dat gaat hier nog even duren, denk ik. Volgens mij wel, ja. De 18-jarige Amber werd vanmorgen als vermist opgegeven. Ze komen nu even terug bij de mama van Amber om te kijken wat zij ons meer kan vertellen over haar vriendje. Die persoon hier. Ja, dat is de Nico. Ja. Heeft hij er iets mee te maken of wat? Wel, blijkbaar zou uw dochter met Nico bij die tattoo geweest zijn in de tattoowinkel. Maar Nico is haar ex-vriendje, hè? Ik bedoel,
Die twee zijn er meester samen, hè. Maar ja, daar zat echt een haar in de boter, hè. Om te zeggen, een heel bruin. Dat is niet wat dat tattoo-artist ons verteld heeft. Zij is gisteren met Nico effectief daar binnengekomen en Nico heeft een tatoeage laten zetten. En niet zomaar een tatoeage, hè. Je ziet hier ook, dus hier staat gewoon... Haar naam. Alleszins, je kent die Nico. Heb je daar adresgegevens van? Dat is de Mezenstraat, ik denk 19, dat hij hier woont. Ja. Oké. Okay. Wij gaan nu direct naar daar. Ja. Jij blijft zeker thuis nog altijd juist stellen. Van het moment dat we informatie bekomen. Ja, mevrouw, niet bellen, hè. Moet ze niet gaan waarschuwen dat we naar daar gaan. Nee, zeker niet. Oké, want wij gaan ze nu proberen te verrassen als ze daar zitten. Oké? We zijn weg. Ik hoop dat ze daar zitten. Ja, wij laten nog iets weten. Ja. Er zijn nog heel veel onduidelijkheden in deze zaken. Het feit dat de moeder haar dochter minder goed kent dan ze zelf denkt, dat is geen goede zaak. Hierdoor loopt ons onderzoek heel wat vertraging op en dat is iets dat we echt kunnen missen in een verdwijningszaak. Ze zijn het lange dagen. Amai. Hey. Waar is? Dat is dezelfde. Is ze er? Weer een plastic zak. Zie, ik gooi de berg weg. Kijk, doe de wereld en gaat plassen. Kom. Nu even om zelf. Hé, hey, meneer. Wil je aan het wild plassen? Dat is al een tweede keer. En kom juist van het café. En weet wat ook niet mag? Sluipstorten. Series. Straks plas Sinterklaas of wat is dat? Ja. Hey. Maar we zien wat erin zit, Robin. Weer allemaal geen gsm'tjes. Dat is niet van mij. Niet van nee. Hier, dat ook niet allemaal zeker. Je hebt hem er wel gelegd, de makker. Ja, dan stuurt hij Antonio een berichtje en dan komt hij naar hier zeker. Hoe weten jullie dat? Heeft Antonio een werk? Nee. Goeieke. Je hebt het net zelf geklikt. Ja? Is zo slim, hè, makker. Kom, we moeten meepakken. Draai hem maar om. Kom. Chance voor ons als wildplasser in café nog zijn slag heeft kunnen slaan. Zo hebben we hem op heter draad kunnen betrappen. Nu, hij heeft zelf simpelweg toegegeven hoe hij te werk gaat. Hij steelt, hij stuurt zijn maat een berichtje. Die komt alles ophalen. Maar deze gegevens hebben we ook, dus die kan het komen uitleggen op een bureau. Ik snap niet dat je zoiets doet, meneer. Hij blijft maar daar staan, hè? Ja, je bent een flinke, hè. Diavolo, wat doet hij hier? Amber! Tineke? Ja. Hey, ik voel me echt wel nu king, hè. Moet de kameel niet naar het circus terug? Ja, ze biedt, hè. Wanneer is uw dochter